Morning. Hello, hello. Goedemorgen. Zijn we weer? Even kijken of alles weer een beetje op de juiste afstand is. Yes. Het vroeg vanmorgen? Iets eerder dan normaal. Ik denk dan misschien als je toch thuis nog plannen hebt of iets gaat doen met de kids. Of wil kids nog misschien even helpen. Of er wordt toch nog iets verwacht van je qua werk. Dan scheelt het misschien heel eventjes in tijd, dat kwartiertje. Dus ik denk, laten we een kwartiertje eerder beginnen. Ik heb de chat even openstaan. Dus als je nog iets wil zeggen, dan kan ik je misschien even een berichtje terugsturen. Ik hoop dat je lekker je matje hebt uitgerold en je plekje hebt gevonden. Zodat je een beetje de space om je heen hebt. En we gaan vandaag een easy flow doen. Beetje in de schouderopening. Dus er komt waarschijnlijk een soort van eagle pose in voor. En natuurlijk iets balans. Dus als het nou lastig is op je mat, dan doe je lekker een stapje daarnaast. Als je de vorige keer misschien wat last had van je knie, omdat we ook wat oefeningen hebben gedaan in low lunges, met die ene knie op de grond en dan die andere daar. Doe dan even een handdoekje of een dekentje ergens onder je knie. Of leg hem in ieder geval even in de buurt, zodat je hem misschien kunt pakken. Dat is altijd wel handig, denk ik. En nou, voor de rest is het straks gewoon lekker easy go with the flow. Sommige mensen moeten misschien nog even wennen aan het tijdstip. Want vorige week en de week daarvoor waren we er natuurlijk om 8:15. En nu is het een kwartiertje eerder. Dus we gaan zo meteen lekker beginnen. Over ongeveer een minuutje. En ja, nou ja, dat was het voor nu heel even. Oh nee, ik vergeet nog even iets heel belangrijks. Ik wilde in ieder geval heel erg bedanken degene die een donatie hebben gedaan. Echt super, super onwijs lief. En ik heb vandaag een bijzondere broek aan. En hij heeft twee verschillende kanten. Een donkerdere kant aan de voorkant. Beetje lichter aan de achterkant. En hij is van Niamiso. Mijn favo-merk in de yoga. Sommigen weten dat wel van mij inmiddels, geloof ik. Maar deze broek is extra bijzonder. Hij heet Coyote. En ik heb hem gisteren bij Wanda gehaald. Die af en toe nog open is. Of in ieder geval probeert zoveel mogelijk normaal open te zijn. En met gepaste afstand kun je dus ook nog dingen passen en dingen bekijken. Maar deze broek heeft het symbolische naam, de omdoping gekregen. 86. En dan zullen er mensen zijn die aan de andere kant van dit leppie zitten en die begrijpen dan precies wat ik bedoel. En de les, de intentie die ik ga zetten, die draag ik op aan de persoon die met deze broek verbonden is. Dus dan weten jullie dat. We gaan lekker beginnen. En we beginnen vandaag in een child's pose. Dus dat betekent dat je je knieën een klein beetje zijwaarts neemt in een mini-V. Misschien raken je grote tenen elkaar. En dan langzaamaan loop je met je handen een beetje naar voren. En dan wiggle je even een beetje heen en weer, zodat je voelt dat je billen een beetje meer landen naar je hielen. En dan kom je rustig aan naar beneden. En is naar beneden komen, naar hier al te ver, of voelt dat niet prettig? Dan neem je je ellebogen een beetje meer richting je knie. Neem je handen misschien in een prayer pose en laat je je hoofd lekker hangen. Of je brengt misschien je handen boven op elkaar als een torentje en laat je voorhoofd daarop landen. En voelt het wel goed, dan neem je je handen lekker voor je uit. En langzaam laat je dan je borst, je buikgebied een beetje tussen je benen in richting de mat komen. En dan geef je jezelf zo heel even een aantal rustige in- en uitademingen zonder dat je je adem heel bewust stuurt.
om even te landen in de ruimte en te landen op de mat. Voel even na welke delen van je lijf contact maken met de mat. Dus je wreef, je scheen. Voel ook even heel goed na welke delen van je lijf contact maken met elkaar. Zijkant van je flanken. Voel je armen richting de mat. Spreid je vingers misschien mooi wijd als dat goed voelt en er is ruimte. Of neem misschien zelfs even je handen op vingertoppen. En maak je armen even wat actiever. Wieg een beetje heen en weer en voel heel even na. En dan adem je een keer rustig maar diep in door je neus. En geef je het weg met een zucht door je mond. Adem rustig maar diep in door je neus. En geef het weg met een zucht door je mond. Laatste keer. Adem rustig maar diep in door je neus. En laat met die zucht alles los. Wat je voor nu het komende uur in je practice niet kunt en wil gebruiken. En dan sluit je langzaam je mond. Ga je naar een in- en uitademing door je neus. Zoek je langzaam aan dat ritme. Rustig inademend in 3 tot 4 tellen. Langzaam uitademend in diezelfde 3 tot 4 tellen. Misschien ga je wel naar de Ujjayi breath. Knijp je de achterkant van je keel licht iets samen. Ontstaat die zachte ruis die helpt bij de focus. Bij het regelen van de lengtes van je adem. Geeft een beetje dat Darth Vader geluid. Zo adem je rustig in en langzaam uit. Observerend wat er gebeurt. Door je lijf heen met die adem. Inademend vanuit je buik. Een beetje richting de top van je borst. Uitademend langzaam via de achterzijde van je rug, je flanken. Land je misschien nog iets meer in je houding. Adem je rustig uit. In die gedachten volg je die cirkels die je ademt door je lijf. Rustig in en langzaam uitademend. Echt even in het moment landend, navoelend door je lijf. Je even heel bewust van je lijf. Wat je voelt, waar je het voelt, hoe het voelt. En dan blijven we nog een rustige in- en langzame uitademing hier in die Child's Pose. Met zoveel mogelijk aandacht naar die adem. En op een volgende inademing kijk je dan rustig iets op richting je handen. Lift je hart en borstgebied iets weg bij de mat. En uitademend met een ronde rug kom je langzaam richting je handen. En dan breng je je handen mooi onder je schouders. Je knieën mooi onder je heupgebied. Neem je je tenen in de mat. Actieve houding. Neus naar beneden. Kruin stuur je naar de voorzijde. Inademend kantel het bekken. Langzaam lift je hart iets op. Holle rug. En uitademend rol helemaal door naar die ronding. Laat je hoofd lekker hangen. Helemaal naar die kauwpoos. Ket en kou rollend door elkaar. Langzaam helemaal liftend dat hartgebied. En vanuit daar, vanuit die kauwpoos, helemaal door naar die ronde rug, ketpoos. Helemaal door, kantel het in het bekken. Lift je hartgebied zacht in je schouders. Schouders weg bij je oren, kijk iets op. En rol weer helemaal door. Ronding van je zitbordjes naar je kruin. Zacht in je schouders, gewicht blijft in het midden. En dan kom je langzaam terug naar het midden. Neus wijst weer naar beneden. En dan draai je even cirkels. Kleine cirkels of grote cirkels. Rustig de ene kant op. En langzaam ook de andere kant. En dan breng je de beweging in het midden even tot stilstand. En dan leg je je schenen wreef in de mat. En breng je je knieën een beetje meer naar elkaar toe. En langzaam loop je even op de toppen van je tenen helemaal door omhoog. En dan neem je een grote shoulder roll omhoog en naar achter stuur je je kruin op. Vanuit daar breng je je kin even naar je borst en beweeg je rustig heen en weer. Met je kin voor je borst langs, van je rechter naar je linkerschouder. Kijk je schuin een beetje opzij, naar rechts en naar links. En dan eindig je weer langzaam terug in het midden. En dan neem je je hoofd weer rustig terug op naar neutraal. En dan draai ik heel even met mijn rug nu hier toe, zodat je ziet wat ik ga doen met mijn tenen. Je zit met je zitbordjes een beetje meer richting je hiel.
Spreid je tenen mooi wijd richting de grond. Blijf mooi zacht in je schouders. Kantel het bekken mooie lange rechte rug. Vanuit hier pont je nu je tenen. Dus lift ze uit de grond of mat vandaan. Zodat er ruimte ontstaat onder die tenen. En soms ontstaat er dan gelijk kramp aan die binnenkant. Dan leg je ze weer zachtjes neer. En anders hou je ze nog heel even hoog. En rustig spreid je dan je tenen weer richting die mat. Inademend lift. Hou die tenen mooi hoog. Nog iets meer. Trek je tenen nog iets meer naar je wil. En langzaamaan laat je dan je tenen weer landen richting de mat. Laatste keer. Lift die tenen weer helemaal door richting je billen. Hou ze nog heel even hier. Hou die koor goed actief. Navel iets naar binnen. Stuur je kruin mooi op. En langzaam laat je die tenen weer landen. En dan breng je je handen weer onder je schouders voor je op de mat. Lift je je hiel even naar je billen en draai je even een rondje. Dan zijn je schenen, je wreef en je tenen ook gelijk wakker. En dan vanuit daar neem je je tenen terug in de mat. Handen in de mat, lift je je knieën, lift je je heupen en gaan we naar die eerste down dog. En dan voel je even na in die eerste down dog hoe je staat op je mat. Grond het meer naar je voeten. Hielen iets uit de mat. Knieën licht gebogen als dat beter voelt. Lengte aan de achterzijde. Bij je benen. Misschien je voeten wel plat op de mat als die ruimte er is. Liftend vanuit je handen omhoog. Zacht in je schouders. Laat je je hoofd lekker hangen. Of je kijkt iets op richting je handen. En dan buig je langzaam je rechterbeen. Gaat je knie een beetje meer naar je borst. Lift je rechterhiel. En dan grond je je hele rechtervoet. En dan buig je heel rustig je linkerbeen. En dan gaat je hele linkervoet weer terug in de mat. En dan buig je rechts. En wissel je rustig door naar links. En langzaamaan ga je die beweging een beetje meer actief maken. Lift en rol over je voet heen en weer. En duw je heupen op een klein beetje naar links, een klein beetje naar rechts. Niet hangend in je schouders. Wat een rustige bewegingen hier. En misschien blijf je weer even hangen aan één kant. Omdat je daar iets meer wil strekken. Dat je daar iets voelt waar je even wat aandacht naartoe wil brengen. En dan langzaamaan laat je je hielen weer landen. Inademend, rol heel hoog naar de top van je tenen. Kijk naar je handen en loop rustig op de top van je tenen naar je handen toe. En is die top van je tenen nu te heftig, dan gaan je hielen weer een klein beetje meer richting de grond. En als je dan aan de voorzijde van je mat bent, dan laat je langzaam je hielen landen. En dan vouw je lekker voorover. Ragdoll, forward fold, uttanasana. Misschien pak je je ellebogen beet, wieg je een beetje heen en weer. Laat je hoofd lekker hangen. Even lengte over de wervels, in je rug, in je nek. Zacht in je gezicht, misschien sluit je heel even je ogen. En dan breng je langzaam dat wiegen weer in het midden tot stilstand. Inadem met handen naar je schenen of vingertop in de mat. Mooie flat back, neuswijs naar beneden, kruin naar voor. Uitadem met ontspan, laat alles lekker los. Inadem met lift weer weg. Zoek je lengte, zoek je ruimte. En uitadem met laat langzaam alles los. Inadem het lift weer weg. Zoek je lengte en je ruimte. En uitadem het laat langzaam weer alles los. En op een inademing rol je dan rustig omhoog. Grond vanuit je voet. Kantel het bekken. Neem je schouders. Grote shoulder roll omhoog. Ga naar achter. Buig iets in je benen. Zwaai je armen langs je oren hoog. Milde bekken. Kijk iets op. En uitadem het. Eindig je met handen en kin naar je borst. Inadem het. Neem je armen weer langs je oren hoog. Lift en kijk iets op. En uitademend eindig je weer terug. Handen en kin naar je borst. Laatste keer. Inademen met buig en lift. En eindig met handen en kin naar je borst. Duimen even naar je borstbeen. Kin even naar je hartgebied. Zacht in je schouders. Sluit heel even je ogen. Draai je grote tenen een klein beetje meer naar binnen. Je hielen iets naar buiten. Voel heel even na door je lijf heen. Die eerste bewegingen hebben gedaan door je lijf. Qua ruimte, wat ze gevraagd hebben, qua kracht, qua energie. En dan zet je misschien een intentie voor je practice. En die intentie kan zijn, blijf bij de ademhaling. Blijf bij lief zijn voor je lijf. Voel meer kracht door je houdingen heen.
intentie voor alleen de practice of misschien juist voor de rest van de dag. Of iemand anders. En dan neem je je armen rustig langs zij. Draai je handpalmen even naar de bovenzijde van je benen en rol rustig je hoofd weer terug op naar neutraal. Schud heel even los, armen en benen. Draai heel even om je as. Lift misschien je rechter, linker hiel. Kijk iets mee naar achter, over die linker, rechter schouder. Blijf ontspannen in die armen. Grote zwaai of kleine zwaai. Breng de beweging weer rustig in het midden tot stilstand. Inademend, buig je benen. Zwaai je armen weer langs je oren hoog. En uitademend, eindig met handen voor je borst. En rol helemaal weer af naar beneden. Buig onderweg je benen, plaats je handen in de punten van de mat. En stap rustig weer terug naar achter richting die down dog. Inademend, lift je rechterbeen. Three-legged dog, heupen mooi samen. Uitademend, zwaaien met een grote zwaai naar de voorzijde van de mat tussen je beide handen in. Laat je linkerknie rustig landen. Inademend, zwaai je armen langs je oren hoog. Kijk iets op richting plafond. En uitademend, duw je heup als een blokje iets meer naar voren. En lift je hart juist iets op richting het plafond. Maak je groot. Verleng je linkerhiel langs je voorbeen, langs je heup, langs je rug. Achterzijde van je nek, je hoofd. Langs je armen, helemaal naar de toppen van je vingers. Blijf rustig en krachtig inademen. Inadem het kruin op, vingertoppen op. Lengte over de wervels in je rug. Heupen gaan weer terug omhoog en naar achter. Uitademend, handen voor je borst en twist. Linker elleboog, buitenkant, rechterknie. Duimen gaan iets meer richting je hartgebied. En dan kijk je een beetje meer op. Hou die gronding in die linkerknie. Kijk iets op als het goed voelt. Blijf mooi zacht in die schouders. En kun je nu die linker elleboog helemaal naar beneden brengen. En gaat daardoor die linker schouder helemaal langs de buitenkant van je knie. Dan kan misschien die linkerhand onderdoor, rechts achterlangs. En dan kun je helemaal door naar een binding. En dan kun je nog steeds omhoog kijken richting het plafond. Dan voelt die binding niet prettig. Hou je handen voor je borst. Inadem het rustig terug naar de voorzijde. Uitadem met handen terug in de mat. En helemaal naar achter, run a stretch. En langzaamaan laat je dan je heup een beetje meer landen op die linkerhiel. Of je houdt hem hoger, meer ruimte tussen je heupen. Dan schuift die rechtervoet dus iets verder door naar voren. Vanuit hier langzaamaan eerst de lengte over de wervels in je rug. Kijk iets op, lift iets weg bij dat rechterbeen. En uitadem, ga je langzaam een klein beetje meer verzachten. Buik iets meer naar been, neus iets meer richting knie of scheen. En dan laat je vooral je hoofd lekker hangen. Dus kin gaat echt iets meer naar je borst. Stuur je kruin echt naar de mat. Dat kun je ook doen als je hoger bent. Dus meer ruimte tussen heup en hiel. In weer naar je borst. En dan kijk je dus een beetje naar je rechter, linker bovenbeen. Zacht in je schouders, niet hangend met je gewicht in je armen. Inademend, kijk rustig iets op. Loop met je beide handen weer iets naar voren. Grond je rechtervoet, lift je linkerbeen en stap je rechtervoet terug naar achter down dog. Walking dog, even navoelend. En op een volgende inademing lift je dan je linkerbeen. Inademend, three-legged dog, zacht in die schouders, lift weer weg bij die mat. En uitademend, stap met een grote zwaai die linkervoet naar de voorzijde van de mat. En laat rustig die rechterknie landen. Weer dat dekentje eronder als het een optie is. Inadem met armen langs je oren hoog. Lift je hart, kijk op. Uitadem met blijf liften in dat hartgebied. Breng je heup als een blokje iets meer naar voren. Niet hangend in een heup, waardoor je heup schuin komt te staan. En je echt dat bekken heel zwaar naar die mat duwt. Hou die core goed actief. Die hou je actief voor die lift omhoog en naar achter. Lift dat hartgebied. Blijf mooi zacht in die schouders. Laat je hoofd niet helemaal hangen. Dan krijg je spanning in je nek en in je keel. Dus kijk, lift en iets op. Hou die core goed actief. Spreid die vingers omhoog en naar achter. Inadem met langzaam kruin op vingertoppen op. Breng weer de lengte over de wervels in je rug en nek. Dus grond vanuit die linkervoet. Breng je iets naar achter. Uitadem met handen voor je borst en twist. Rechter elleboog langs de buitenkant van die linkerknie. Twist weer mee, helemaal openend, naar die linkerkant. Stuur je kruin schuin bij je vandaan. Kijk iets op, richting dat plafond. Of schuif misschien met die oksel weer een klein beetje meer naar beneden. En dan kun je verder in die twist
En dan kan die linkerhand en die rechterhand onderlangs. En dan kun je misschien weer door naar die binding. Dan voelt dat niet goed. Blijf je lekker ver bij die binding vandaan. Inademend, kom langzaam terug naar het midden. En uitademend, breng je beide handen terug in de mat. En kom helemaal naar achter richting die runner stretch. Weer hoger als dat beter voelt. Of lager als er ruimte is. En voelt het niet fijn om die tenen in je mat te houden. Dan kun je natuurlijk ook je schenen in je wrevende mat leggen. En vanuit daar, handen weer een beetje meer naar voren. Geen gewicht in je handen, kracht zit in benen en koor. Inademend, hou je eerst die lift. Zoek je die lengte en die ruimte. En op die uitademing langzaam verdieping in je houding. Rustig een beetje weer naar beneden. En langzaamaan laat je dan je hoofd hangen. Zet je kin een beetje naar je borst. En dan blijf je of lager in die houding, kleiner in die houding. Ontspanning, zacht. Of je houdt dus iets meer die lift, als dat beter voelt. Of nog iets hoger in die runner stretch. Linkertenen blijven vrolijk. Liefst rechtertenen ook in je mat. Of die schenenwreef, als dat echt niet goed voelt in je knie. Bij je schenen wreef in je tenen. Inademend, kijk je rustig weer iets op. Loop weer langzaam iets meer naar voren met je handen. Grond die linkervoet. Lift je rechterbeen. Links gaat terug naar achter. Down dog, walking dog. En dan die eerste milde vinyasa flow. Inademend, lift omhoog. Rol. En uitademend, langzaam naar die plankpose. Blijven we heel even hier. Inademend, knieën naar de mat, ellebogen langs flanken, buik, borst, neus over de mat. Uitademend, lift weer weg, cobra pose. Langzaam terug naar de mat, buik, borst, neus richting mat, ellebogen langs flanken. Inademend, rol terug omhoog, handen en knieën. Uitademend, tenen in de mat, lift weer terug omhoog, eindig weer in die down dog. Even navoelend door je lijf heen. Inademend, rol weer omhoog naar de top van je tenen. Buig je benen, kijk naar je handen. Loop, stap of spring tussen de ruimte van je handen in. Ben je daar, dan vouw je voorover. Inademend, handen naar je schenen, lengte in je rug. Lift iets weg. Uitademend, langzaam weer door naar beneden. Inademend, rustig door omhoog. Schouders rollen naar achter, lengte over de wervels in je rug, kruin op. En langzaam zwaai je die armen langs, je oren hoog, kijk iets op, milde backbend. En uitademend, eindig je weer terug, handen en kin naar je borst. Neem je armen even langs je, stuur je kruin op. En langzaam buig je je been, gaat het gewicht in je hielen. Zwaai je armen langs je oren hoog en bouw je hem op richting een Utkatasana. Zacht in die schouders, lengte over de wervels in je rug en je nek. Geen lift in dat hartgebied, waardoor je die holling krijgt in je rug. Dus kantel dat bekken iets meer onder je. En grond mooi diep naar beneden. En dan gaan we naar het viercijferfiguur. Inademend. Lift je rechterbeen en plaats je rechter enkel op die linkerknie. En dan blijf je in die Utkatasana. Blijf mooi zacht in die schouders. Hou die core goed actief. Breng die heupen misschien nog iets meer als een blokje naar beneden. En dan lift op, strek op, neem je rechterknie een beetje meer omhoog richting je borst. En uitademend, breng je je handen voor je borst. En dan strek je dat hele rechterbeen erachter bij je vandaan. En dan kom je rustig richting die Warrior 3. Strek dat hele rechterbeen erachter, maak je lang. En als je hier een beetje wiebelt, of die rechtervoet gaat eerst terug in de grond, dan bouw je hem misschien weer rustig terug op. En vanuit daar laat je die hele rechtervoet landen. Ver bij je vandaan. Tenen gaan in de mat. Core goed actief. Zwaai je armen langs je oren hoog. Hoge hardloper. Zacht in die schouders. Kruin mooi op. Uitademen. Breng je armen naar achter. Soort van humble warrior. Stuur je kruin naar voren. Waai je armen zijwaarts uit. Als grote vleugels. Inademen. Kom weer terug omhoog. Krachtige warrior. Uitademend, helemaal door naar beneden. Die humble warrior. En inademend, weer vol met die kracht, vol met die power. Strek dat achterste been, die lift je hartgebied. Uitademend, zwaai naar beneden. Hou die core goed actief. En inademend, lift weer terug omhoog. Laatste keer. Uitademend, helemaal door naar achter. Blijf je heel even achter. Hou ruimte tussen je borst, tussen je buik, tussen dat linkerbovenbeen.
Breng je handen rustig terug in de mat. Weerskanten van die linkervoet. En vanuit daar stap je die linkervoet terug naar achter. Down dog. Down dog, walking dog. Even navoelen door je lijf heen. Door Vinyasa als je wil, als er ruimte is. En dat kan natuurlijk ook via de Chaturanga Dandasana. Over de mat heen. Misschien liftend naar een up dog. Als er ruimte er is. Via handen en knieën. Of meteen rond over je tenen. Terug in die down dog. Voel het heel even na. Waar zit ruimte in je lijf? Waar heb je energie over? Inademend. Lift dat linkerbeen. Three-legged dog. Heupen mooi samen. Uitademend. Rustig naar de voorzijde van de mat. Tussen je beide handen in. Buig een beetje in dat achterste been. Buig een beetje in het voorste been. En stap met een grote zwaai. Je hele rechtervoet weer terug. Naast links. Vouw voorover als je er bent. Inademend. Handen naar je schenen. Lengte in je rug. Neus naar beneden. Kruin naar voren. Uitademend. Vouw voorover. Laat alles los. Inademend. Rol omhoog. Rustig. Grote schouderrol omhoog en achter. Kruin op. Buig je benen. Zwaai je armen omhoog. Breng boven je hoofd je handen samen. Eindig weer terug. Handen en knieën naar je borst. Neem je hoofd weer terug naar neutraal. Je armen weer langs je. Inademen terug naar die Utkatasana. Armen weer langs je oren hoog. Als je uitademt, verleng je nog een beetje meer. Blijf weer laag in die Utkatasana. Voel weer even na. Ook hier weer die lengte over die wervels in die rug. Dus kantel dat bekken. Geen holle rug. Kom iets lager in die benen. Als er ruimte is, gaan we ook deze kant. Naar dat cijfer 4. Breng die linker enkel op je rechterknie. Hou die core goed actief. Buig in die benen, breng die heupen als een blokje iets meer naar beneden. Maak je weer lang, stuur je kruin mooi op. Misschien nog iets lager, iets meer naar voren als die ruimte er is. Dan maak je er bijna een Utkatasana van, met een soort van figure 4. Rijk en kijk op. En dan kom je rustig weer terug omhoog. Breng je linkerknie richting je borst-hartgebied. Breng je handen helemaal door naar je hart. En vanuit daar strek je je hele linkerbeen naar achter. En bouw je hem ook naar deze kant. Rustig af. Richting die Warrior 3. Heupen mooi samen. Lift dat linkerbeen. Dan sta je nu aan deze kant veel meer te bibberen dan aan de andere kant. So be it. Bouw hem rustig op als je minder balans hebt. Buig iets in dat rechterbeen. Blijf krachtig in dat rechterbeen. Laat die linkertenen ver bij je landen achter je. En zwaai je armen langs je oren hoog. Crash it lunge, hoge hardloper. Heupen mooi samen. Vanuit hier weer door naar die humble warrior. Dus goed grondend in die voeten. Breng je handen langs je heupen naar achter. Stuur je kruin schuin bij je vandaan. Rijk met je vingertoppen schuin naar achter. Net als die vleugels. Inademend, lift weer op. Maak je weer groot. Blijf langzaam en krachtig in en uitademen. En uitademend, langzaam weer door naar beneden. Rijk je kruin naar voren, zwaai je armen naar achter. Inademend, lift weer op, maak je lang. Hou die core goed actief. En uitademend, langzaam weer door naar achter. Rijk naar voren, maak je lang en nog langer. Inademend, laatste keer, lift weer op. Hou die core goed actief, crash at lunge. En uitademend, blijven we heel even in die soort van humble warrior. Buig iets meer naar beneden. Rijk naar achter. Laat je beide handen rustig terug in de mat. En met een grote zwaai leg de voet terug naast links. Down dog, walking dog. Even navoelend. Door je lijf heen. Navoelend wat die bewegingen, die openingen hebben gedaan. Door je lijf heen. Breng je de beweging langzaam tot stilstand. Inademend, lift je rechterbeen. Twee lekker dog, dan blijven die heupen gesloten of open richting die down dog split. Buig iets in dat standbeen. Buig misschien je rechterbeen. Kijk iets onder je oksel door. Koekoek. Maak je lang. Lang en nog langer. Laat je hoofd lekker hangen. En vanuit hier zwaai je hele rechtervoet naar de voorzijde van de mat. En laat hem landen tussen die beide handen in. Grond die linkerhiel achter rechts. En windmail je armen helemaal door omhoog. En dan eindig je in een warrior 2. Rijk je naar voren met die rechterhand. Rijk naar achter met die linkerhand. En langzaam schuif je misschien dan die linkervoet nog iets meer naar achter.
zodat dat voorste been iets meer horizontaal komt met die mat. Dus niet te veel die stijgende lijn. Als ik erop zou gaan zitten, dan glij ik er niet af. Dan kan ik er mooi als een soort van bankje op blijven zitten. Kijk even naar achter over die linkerhand. Die is niet meer naar beneden of meer omhoog. Stuur energie door die linkerhand naar achter. En kijk dan weer rustig door over die rechterhand. Blijf krachtig in je houding. Rustig in en uitademend. Zacht in die schouders. Krachtig staand in die benen. En langzaamaan strek je dan je rechterbeen. Linkerheup gaat iets naar achter. Rijk naar voren met die rechterhand tot je niet verder kan. Laat je rechterhand landen op je scheen, je wreef of onder je knie. Of misschien achter of voor je rechtervoet. En dan lift en kijk weer op. Langs die linkerhand omhoog. Of een beetje meer zijwaarts. Als dat beter voelt in je schouder of nek. Voorste been gestrekt, niet op slot. Koor goed actief. Navel iets naar binnen. En met een grote zwaai bouw je weer op naar die warrior toe. Dus buig opnieuw dat voorste been. Linkerhand valt weer naar achter. Rechter komt weer terug omhoog. Verleng weer en maak je weer lang. Hou die koor goed actief. Geen holle rug. Zacht in die schouders. Linkerhand gaat naar je bovenbeen. Draai je rechterhand palm open. Inademend rijk omhoog. En uitademend hou die lengte en hou die ruimte. Rijk over je hoofd heen. Buig goed in dat voorste been. Blijf goed op die benen staan. Niet hangen naar het lage deel van je rug. Inademend. Rechterhand naar voren. Linker onderlangs. Lift je linkerhiel. En langzaam gaan die beide handen door omhoog. Richting het plafond. Buig je voorste been. Buig ook iets in dat achterste been. Als dat beter voelt. Crash at lunch. Breng je handen rustig voor je hartgebied. Eén moment hier in die rust. Breng je beide handen dan weerszijde van die rechtervoet. En stap die rechtervoet terug naar achter. Down dog. Walking dog. Terug even naar handen en knieën. Ook helemaal goed. Of misschien weer mee door die milde vinyasa. Inademend. Rijk je kruin naar voor. Plankpoos. Hier naar achter. Uitademend. Knieën in de mat. Elleboog in de mat. Langzaam over die mat heen. Lift je weg. Cobra pose. Uitademend. Terug naar beneden. Buik, borst, neus in de mat. Inademend omhoog via handen en knieën, tenen in de mat. En heupen weer omhoog. Eindigend in die down dog. Andere variatie. Rustiger aan. Door die vinyasa heen. Ook helemaal goed. Vanuit hier inademend lift je dat linkerbeen. Three-legged dog. Heupen blijven gesloten als dat beter voelt. Of je opent naar die down dog split. Buiging in dat standbeen als dat beter voelt. Buiging in dat linkerbeen. Kijk je onder die oksel door. Of je strekt dat linkerbeen. En je kijkt iets meer naar beneden. Laat je hoofd lekker hangen. Geen spanning in die schouders. En met een grote zwaai eindigt dan die linkervoet naar de voorzijde van je mat. Tussen je beide handen in. Langzaam aan. Laat hem rustig teruglanden. Blijf mooi zacht in die schouders. Grond je rechterhiel achter die linker. En dan een grote rotslag armen omhoog en naar achter. Eindig hier weer terug. Warrior 2. Schuif die benen een beetje meer bij elkaar vandaan. Hou die core goed actief. Zoek lengte. Lengte over die linkerarm, lengte over die rechter. Kijk weer even over die rechterarm. Die arm die meer naar beneden gaat of misschien meer omhoog. Hou je core goed actief. Navel iets naar binnen. Onderste ribben iets in. Voel dat je op die benen staat. Mooi buigend in dat voorste been. Strek die kracht weg door dat achterste been. En tegelijkertijd schaar je die benen over de mat naar elkaar toe. Energie naar binnen. Zacht in die schouders. Voel je heel even na. Langzaamaan strek dat voorste been. Gaat die rechterheup iets meer naar achter. Rijk naar voren met die linkerhand. Alsof je iets wil pakken, maar je kan er net niet bij. Linkerhand gaat richting je scheen of net onder je knie. Rechterhand gaat omhoog. Heb je de ruimte, dan kijk je hem na. En die linkerhand mag als er ruimte is, ook voor de binnenkant van je voet. Blijf die core goed actief maken. Rijk op en kijk op en maak je lang en nog langer. Hou die benen mooi actief. Hou die core goed actief. Hou die ademhaling rustig en spreid die vingers echt mooi wijd. En vanuit die Tsikonasana bouwen we hem weer op naar die warrior toe. Dus die rechterhand valt weer naar achter. Buig dat linkerbeen. Neem je armen weer terug naar achter. En vind weer die steady, krachtige,
Bijna comfortable pose. Rijk naar voor met links. Verleng naar achter met rechts. Rechterhand landt op dat bovenbeen. Draai die linkerhandpalm open. Inademen, draai kop. Maak lang, lang, lang. En nog langer. En uitademen het over je hoofd heen. Niet hangend in je heup. Dus die duw je niet naar buiten. Je houdt die core goed actief. Je houdt die benen goed actief. Je houdt je armen goed actief. En die ademhaling geeft die energie en die kracht voor die houding. En vanuit daar bouw je hem weer rustig terug op. Linkerhand gaat naar voren, rechter komt naar achter. Vanuit hier crescent lunge. En op je eigen tempo als het niet goed voelt. Dus die rechterhand gaat achter en onderlangs. Lift die rechterhiel. Dan ontmoet die rechterhand die linker. Buig dat voorste been, strek dat achterste been. Verleng, hou die core goed actief. En neem de tijd om even na te voelen in die houding. Breng je handen rustig voor je borst. Vind de rust en de kracht in je houding. Stuur die kruin op. Mag je best bibberen in die benen. Beide handen terug in de mat. Linkervoet terug naar achter naast rechts. Down dog, walking dog. Even navoelen door je lijf. Vanuit hier gaan we dan richting een hoge plank. Een zijwaartse plank. En een flip the dog. Oftewel, wild thing. Inademen, drijf je kruin naar voren en duw je hielen naar achter. Plankpose. Core goed actief. Laat die hielen dus weer naar achter duwen alsof je ze in zo'n startblok zet. En heupen gaan niet helemaal naar die mat als een banaan, maar hou ze iets bij die mat vandaan. Openen we eerst naar links. Rechterhand in de mat, beide voeten boven op elkaar. Linkerhand gaat op. Lift je heup op. Kijk zijwaarts of kijk omhoog die linkerhand achterna. Hou die core goed actief. Lift je linkerbeen, stap hem achter die rechtervoet. En dan lift je heup op en kijk iets op. Maak je lang en nog iets langer. Rijd met die linkerhand over je hoofd heen, naar achter en misschien wel iets naar beneden. Grote zwaai terug. Linkerhand in de mat, linkervoet over rechts heen. Eindigen terug in die hoge plank. Duw je die hielen weer naar achter, als in dat startblok. Heupen we iets meer naar beneden. Maar nog steeds niet hangend. Dus denk aan die koor, denk aan die rug. En bouw hem op. Linkerhand gaat in het midden van de mat. Rechterhand gaat op. En is dit genoeg? Blijf je hier? Of je past hem aan. Linkerknie in de mat. Koor goed actief. Voeten boven op elkaar. Of alvast één voet ervoor of erachter. Lift je rechterbeen. Stap hem achter links. En lift die heup op. Maak je lang. En kijk, misschien die rechterhand wel aan. Maak die koor goed actief. Maak je lang over de hele voorzijde van je lijf. Grote zwaai terug. Dus je flipt de dog weer terug. Rechterhand, rechtervoet. Terug naar die plankpas. Kruin naar voor, hielen naar achter. Zacht in die schouders. Bouwen we hem vanuit hier weer terug op omhoog richting een down dog. Dus lift heupen. En langzaam stap je je voeten misschien die kleine mini pas weer naar voor. Wieg je even heen met je heupen. Buig je even in je benen. Vind je weer even je ademhaling. Catch your breath. En dan eindig je met de beweging weer rustig terug in het midden. Gaan we een klein beetje leg liften. En een klein beetje meer nog power in dat core gebied aanbrengen. Inademend lift je rechterbeen. En uitademend kom naar een hoog plank. En neem je rechterknie richting die rechter schouder of elleboog. Uitademend rustig terug omhoog. Inademend rechterknie, rechter elleboog, rechter schouder hoog. En uitademend terug. Rijk omhoog met die rechtertenen. Laatste keer. Neem die rechterknie richting die schouder of elleboog. En uitademend helemaal terug naar achter. En vanuit daar stap je je hele rechtervoet naar de voorzijde van de mat. Tussen die beide handen in. Laat je langzaam die linkerknie landen. En gaat je rechterarm over je rechterbeen heen. Schuif je je rechtervoet een beetje uit het midden van de mat. En dan gaan we naar die lizard pose. Met een gestrekt linkerbeen. Niet hangend met je heup naar beneden. Beide handen onder die schouders. En dan loop je die handen langzaam verder naar de voorzijde bij je vandaan. En je houdt die heupen dus actief. Dus iets gelift. Mag die rechterknie best een beetje zijwaarts vallen. Misschien draai je wel een klein beetje meer naar de rechterzijkant van je voet. Maar hou die lift in dat hartgebied. Dus nog niet naar beneden. Maar zoek juist die lengte schuin omhoog. Hou die core goed actief.
Hou hem kleiner met je handen meer richting die rechtervoet als dat beter voelt. En je hebt nog niet zoveel ruimte in dat heupgebied. Langzaam loop je je handen weer terug richting de mat. En dan breng je misschien je onderarmen richting de mat. Schouders weg bij je oren en laat je je hoofd een beetje meer hangen. Wieg je misschien een beetje heen en weer, van links naar rechts. Zacht in die schouders. En op een inademing kijk je dan rustig iets op en loop je langzaam terug omhoog. En dan kwamen we uit een down dog met een lift in dat been. Dus waar gaan we ook weer naartoe? Rechterarm over dat rechterbeen heen. Linkerteen in de mat. Lift je been, lift je heup. Strek misschien even dat rechterbeen voor je uit. En neem hem met een grote pas terug naar achter naast die linkervoet. Down dog, walking dog. Even navoelen door je lijf heen. Even nachecken hoe het weer is met die adem. En vanuit hier neem je op een inademing de linkerbeen omhoog. Blijf je mooi zacht in die schouders. Down dog split of minder hoog in dat been als dat beter voelt. Gaan we weer naar die plank pose en we nemen die linkerknie weer naar die linkerschouder of elleboog mee. Dus neem hem mee, blijf mooi hoog. Stuur je kruin naar voren, lift je hart weg bij de mat. Uitademend, linkertenen weer omhoog. Inademen, daar zit die kracht, daar zit die ruimte. Waar zit die kracht, waar zit die ruimte? En rustig weer terug omhoog. Linkertenen richting dat plafond. Neem die linkerknie weer mee naar voren. Dan hoeft die niet helemaal omhoog. En je hoeft niet helemaal naar die plank als het niet goed voelt. Pas die houding weer aan. En uitademend. Linkertenen weer hoog of terug naar die three-legged dog als er minder ruimte is. En met een grote zwaai. Linkervoet voorzijde van de mat tussen die beide handen in. Linkerhand nu weer over dat linkerbeen heen. Rechterbeen is mooi gestrekt. Strekken misschien nog iets meer als er ruimte is. Laat langzaam die rechterknie landen. En dan loop je eerst weer in de lengte met je handen over de mat naar voren. Dus je zoekt je ruimte. Je hangt niet naar beneden, langs je heupen, langs je borst. Je maakt je lange, stuurt je kruin schuin bij je vandaan. Linkerknie mag weer een beetje zijwaarts vallen. Als je dan meer ruimte hebt, maak je lang en nog langer. Als een soort van plankje breng je dan je borst, je hoofd een beetje langs die binnenkant van dat linkerbeen naar beneden. En rustig aan loop je dan je handen weer terug op de mat. Of misschien waren ze nog onder je schouder of dat dit beter voelde. En dan langzaam kom je naar beneden richting je onderarmen. Misschien rolt nu je voet links wel een beetje meer naar buiten. Niet hangend in je schouders. Schouders niet langs je oor, maar daarbij weg. Lift je misschien nog iets weg bij de mat. Ontspan je wel in je nek en je schouders. En dan bouw je dan vanuit hier weer rustig terug op. Loop je handen weer onder die schouders. Draai eventueel linkertenen weer naar voren. Linkerarm weer over linkerbeen. Lift je rechterbeen. Lift je heup. Misschien even strekkend in dat linkerbeen. En dan stapt die linkervoet weer terug naar achter naast rechts. Down dog, walking dog. Voel even na. Wieg even heen en weer. En dan eindigen we de beweging weer rustig terug in het stilstand. Voel heel even na. In die stilstaande down dog. Door je lijf heen. Wat je voelt. Inadem het rond naar je tenen. Buig je benen. Kijk naar je handen. En uitadem het loopstap of spring tussen de ruimte van je handen in. Voorzijde van je mat. Vouw voorover als je daar bent. Inadem met handen naar je schenen of vingertop in de mat. Lengte in je rug. Uitademend, vouw voorover. Nog twee keer. Inademend, lift. Zoek je lengte, zoek je ruimte. En uitademend, langzaam. Vouw voorover. Laatste keer, lift. Zoek je je lengte en je ruimte. En uitademend, vouw je voorover. En dan blijven we heel even in die forward fold. Een forward fold naar jouw keus. Dus misschien vind je het fijn om je ellebogen weer bij te pakken en even heen en weer te wiegen. Misschien plaats je je handen voor je voeten, op vingertoppen. Als je een blok hebt, misschien op een blok. Misschien plaats je je handen wel achter je voeten. Of pak je misschien met je handen de achterzijde bij je enkelbeet. En verstop je het lage deel van je arm, of je elleboog naar je vingers, achter je onderbenen. En laat je je hoofd lekker hangen.
Dus voel heel even na. In die forward fold, wat goed voelt, waar zit ruimte? Waar zit minder ruimte, wat voelt minder goed? En langzaam aan kom je uit die houding of breng je dat bewegen en dat wiegen tot stilstand. En dan rol je weer omhoog, grondend vanuit die voet. Kantelend in het bekken. Schouders, grote schouderrol omhoog en naar achter. Buig je weer in die benen, zwaai je armen langs je oren hoog, kijk iets op. En eindig terug met handen en kin naar je borst. Inademend, buig je benen, zwaai op, lift op. En uitademend, eindig terug, handen en kin naar je borst. Laatste keer, namastiki, lift op. En eindig weer terug, handen en kin naar je borst. Duimen even naar je borstbeen, kin weer even naar je borst. Voeten nog steeds mooi heupbreed, de grote tenen nog iets naar elkaar. Voel weer heel even na. Kom misschien weer heel even terug bij je intentie. Neem je hoofd weer rustig terug omhoog. Neem je armen langs je heup. Buig je benen, zwaai op. Uitadem het flatback, vrije val. Armen helemaal zijwaarts door naar beneden. Buig onderweg je benen en stap rustig je voeten terug naar achter richting die down dog. Voel weer heel even na door je lijf heen. En dan eindigen we vanuit hier langzaam terug met je knieën in de mat. En langzaamaan loop je je handen weer even onder je schouders. Voel je hier even na. Bouwen we hem nog verder af naar de grond. Zwaai je voeten een beetje naar rechts. Laat je heup als een blokje meer landen in het midden achter je knie. En dan schuif je weer een klein beetje meer terug naar het midden van de mat. En dan rollen we helemaal af naar achter naar je rug. Kun je je handen bij je knieën houden en zo op deze manier naar achter rollen. Koor goed actief, lage deel, middenste deel. Of je strekt je benen bij je vandaan. Handen langs je heup. Kantel op steeds in het bekken. Kin een beetje naar je borst, maar plak hem maar niet tegenaan. Tenen blijven vrolijk. Rol rustig af naar achter en naar beneden. Neem je lekker je beide knieën even naar je borst. Kommetje van je handen om je beide knieën. En wieg je even heen en weer naar links en naar rechts. En dan breng je die beweging langzaam tot stilstand. Kommetje van je handen gaan om je linkerknie. Rechtervoet landt achter je in de mat. En dan schuif je hem over de mat bij je vandaan. Dan maak je die rechtertenen vrolijk. Stuur ze omhoog richting het plafond. En je hiel duw je helemaal naar de onderachterzijde van je mat. Schouders mooi zacht. Kommetje van je handen om die linkerknie. Linkerbovenbeen wil echt naar je borst of langs je flank. Vanuit hier strek je je hele linkerbeen omhoog. En dan hou je je handen achter je been bij je hamstring, je knieholte of bij je kuit. Of misschien gaat je hand wel helemaal omhoog richting je enkel. En dan strek je dat hele linkerbeen. Blijven die schouders mooi zacht. Hou die koor goed actief. En dan buig je opnieuw heel rustig. Dat hele linkerbeen. Blijft je rechterhand aan de buitenkant van die linkerknie. En langzaam rol je naar een spinal twist. Gaan die linkertenen een beetje achter die rechter hamstring. En dan gaat langzaam aan die linkerknie iets meer richting de mat. En dan kijk je je linkerhand naar. Dus rol je langzaam met je hoofd een beetje meer richting je linkeroor. Linkerhandpalm open, linkerarm zacht. Linkerschouder goed gegrond, net als die rechter. Of een beetje gelift als er nog minder ruimte is. En langzaam rol je weer terug naar beneden. Terug richting je hele rug. En dan neem je je kommetje van je handen weer even om die linkerknie. En dan neem je je hoofd rustig uit de mat. En dan breng je je knie nog dichter naar je neus. Nog dichter, nog dichter. Geef je linkerknie een kusje. En laat hem rustig terug landen. Neem je armen even langs zij. En schuif over de mat je hele linkerbeen bij je vandaan. En schud je benen even los. En dan blijft je linkerbeen nu mooi lang. Maak alvast die tenen vrolijk. En schuif je hele rechtervoet over de mat naar je toe. Kantel iets in het bekken. Kommetje van je handen om die rechterknie. En langzaamaan ga je meer verlengen. Grond. Dat hele linkerbeen. Duw die linkerhiel in de mat. Je linkerkuit. De achterkant van je linker hamstring. Je heup wordt zwaar. En breng met dat kommetje van je handen je rechterbovenbeen richting je borst of langs je flank. Schouders zacht, achterhoofd zwaar, lengte over de wervels in je rug.
Zacht in je gezicht. Zacht in die rechtervoet. Dus draai er een rondje mee als je merkt dat je meer spanning gaat vastzetten ergens in je voet of in je been. En langzaamaan ga je dat hele rechterbeen strekken. En misschien strek je hem helemaal niet en hou je die knie goed gebogen. Dan breng je je handen bij je rechter hamstring of in die knieholte. Of misschien gaat hij iets hoger naar je kuit of ook hier iets meer naar die enkel. Misschien gaat hij wel richting je voet als die ruimte er is. Misschien is die ruimte hier helemaal niet en hou je hem gewoon iets rechter omhoog. Dus kijk waar de ruimte zit en blijf vooral goed gronden door dat linkerbeen. Dus lift niet in dat linkerbeen, rol niet mee door naar die rechterkant. Hou die heupen mooi zwaar in de mat. Linkerbiel in de mat, rechterbiel zoveel mogelijk terugbrengend naar de mat. En dan buig je weer langzaam in dat rechterbeen. Gaat je linkerhand naar de buitenkant van je rechterknie. Spinal twist, openend en rollend over dat linkerbeen. Dus haak die tenen achter die linker hamstring. Neem je rechterarm zijwaarts in die halve T. En kijk die rechterhand na. En misschien duw je met die linkerhand die rechterknie nog wel iets meer terug naar de mat. En voel je na hoeveel ruimte er zit over die flank. Gebeurt er langs de zij en achterkant van je rug qua ruimte? Dan voelt dat minder aangenaam. Dan zoek je een iets mindere heftige spinal twist. Je past hem iets aan zoals die goed voelt door je lijf. En rustig rol je dan weer terug. Rug, billen in de mat. Haak je vingers weer in één om die rechterknie. Lift je hoofd. Breng je neus richting je knie. Geef een kusje aan je rechterknie. Rol weer rustig terug naar achter. Neem je armen langs zij. Laat je rechtervoet landen. En schuif hem helemaal weer bij je vandaan. Voel even na. Of schuif even met je benen over de mat. Of rol heel even heen en weer. En vanuit hier gaan we naar een gebroken kaars. Of een complete kaars. Kijk even waar de ruimte is. En wat goed voelt. En veilig genoeg voelt voor je lijf. Gebroken kaars is voeten omhoog. Heupen, billen blijven zwaar in de mat. Armen mogen zijwaarts in een grote T of helemaal langs je oren omhoog. Als je die ruimte kunt houden in je schouders. En als je armen dan niet kunt strekken omdat je schouders uit de mat komen, dan breng je een cactushouding aan. Dat betekent dat je je armen meer buigt en dan heb je vaak wel meer ruimte in je schouders. En wil je door naar de volledige kaars, heb je de ruimte, de kracht, voelt het goed qua energie. Dan zwaai je voeten over je hoofd heen en hou je handen aan de zijkant laag onder bij die rug, bij die bekkenrand. Spreid die vingers misschien. Hou die core goed actief. De bal van je voet het hoogste punt. Dus point niet in je voet, flex niet in je voet. Hou ze daar iets tussenin. Hou die core nog steeds goed actief. Handen blijven langs die heup, langs die flank. Hou de core actief. Geen druk of spanning in je nek. Dus de kracht zit in die schouders. En als je hem wil opbouwen naar een volledige kaars, dan neem je je armen langs je benen omhoog. En wil je hem vanuit hier afbouwen, terug naar beneden richting de mat? Helemaal goed. En wil je door naar een plauwpas? Dan buig je benen een klein beetje meer links richting je voorhoofd. En strek je benen over je hoofd heen. Hou die handen nog steeds ter alle tijden laag bij die rug. Ter ondersteuning, ter bescherming. Ook qua kracht naar die schouders. Hou die core nog steeds goed actief. En met beleid rol je rustig helemaal door af naar beneden. Dus handen blijven daar aan de zijkant bij je rug of bij je flanken. Knieën gaan helemaal voor je gezicht langs. Begeleid terugrollen. Wervel voor wervel van je rug en je bekken in de mat. Buig heel rustig je benen. Plaats je voetzolen tegen elkaar. En open rechter en linkerknie richting de grond. En dan breng je je rechterhand even rond je buikgebied. Je linkerhand even rond je hart. En wieg je zachtjes even heen en weer. Met je knieën om de beurt richting de mat. Geen spanning in die schouders. Geen spanning in je nek. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar in een plauwpoos, in een bridgepoos, in een kaars, kijk je niet naar links of niet naar rechts. Want dan ontstaat er toch frictie in je nek. En voelt het niet goed in die nek, dan bouw je hem af naar een neutrale houding. En de ene dag voelt het gewoon anders door je lijf dan de andere dag. Maar rustig aan breng je die beweging tot stilstand. Stap je voeten terug in de mat. Knieën wijzen omhoog, voeten ongeveer heupbreedte.
Breng je armen langs je zij, dus langs je flanken. Vingers wijzen een beetje naar je hiel. En dan gaan we naar een kleine, milde bridge pose. Lift je heupen op. Hou die core goed actief. Blijf lekker hier als het weer voldoende is. Dus voel de gronding naar je schouders, je bovenarm, naar je vingers. Beetje druk in je achterhoofd, nog steeds geen spanning in je nek. En als je ruimte hebt, loop je handen onder je heupen naar elkaar toe. En dan vleg je je vingers in één en draai je de koppen van je schouders nog meer in de mat. Lift je heupen dan nog iets hoger. Hou die core goed actief. Gaan we hier naar een deadlift. Of je nou in die lage bridge pose bent of in die hoge bridge pose. Rechtervoet blijft goed gegrond. Linkerbeen gaat omhoog richting plafond. Heupen blijven mooi hoog. Dus je zakt niet met je heup meer naar beneden als je dat linkerbeen omhoog neemt. Breng die linkervoet weer rustig terug in de mat. Heupen zijn nog steeds mooi hoog. Of misschien breng je ze stiekem weer iets hoger. En dan grond je nu in die linkervoet en gaat je rechterbeen omhoog. En als je handen naast je zijn en niet ineengevlochten onder je heup, kun je net zo goed liften in dat rechterbeen. En misschien kun je zelfs wel je armen nog iets meer afzetten in de mat. En langzaamaan stap je ook die rechtervoet weer terug. En wervel voor wervel vanuit die controle neem je of eerst je handen onder je heupen vandaan. En laat je dan rustig je rug weer terug landen. En als laatste die kanteling in dat bekken. Dan neem je één voor één rustig je knieën op naar je borst. En dan wieg je weer even heen en weer. Maak je rug weer zwaar, het bekken weer zwaar, achterhoofd weer zwaar. Gaan we naar een happy baby pose. Voetzolen gaan omhoog richting het plafond. Via de binnenkant van je voet of via de buitenkant van je been naar de buitenkant van je voet. Pak je dan je voetzolen beet. En dan wieg je heen en weer. Met het lage deel van je rug richting de mat. Of je houdt hem juist mooi stil, achterhoofd zwaar. Heb je minder ruimte, dan pak je misschien een voorzijde bij je wreef. Of een beetje meer bij je kuit. Knieën een beetje meer naar die oksels toe. Bovenbenen een beetje meer langs je flanken. Bekken blijft mooi zwaar. Dus niet je billen omhoog en je voeten helemaal voorbij. Je hoofd richting de mat. Voetzolen blijven echt omhoog wijzen naar het plafond. Denk aan zo'n dood torretje. Die staat ook altijd met zijn pootjes omhoog. Wieg heen en weer. Adem naar je buik. En langzaamaan breng je die beweging in het midden tot stilstand. Van je hielen weer terug naar je billen. En dan sluit je weer rustig je knieën tegen elkaar. Enkels tegen elkaar. Kommetje van je handen om je beide benen. En langzaam laat je dan één voor één je voeten landen. Terug in de mat. En dan schuif je je voeten helemaal naar de rand van de mat. En misschien zelfs wel daar helemaal buiten. Dus zet je je grote teen schrap tegen de rand van je mat. Of je houdt alleen je grote teen nog iets op de mat. En een stukje misschien van je hiel. En laat je je knieën in het midden naar binnen vallen. Alsof het een grote piramide is. En dan voel je heel even na langzaam aan. Minder holletje laag onderin die rug. Misschien kantel je rustig nog iets meer in dat bekken. En voelt het goed in de rug. Dan vlak je hem helemaal af. Dus dan maak je hem helemaal plat tegen de mat. Core is actief en dan is het bekken dus iets meer gelift. En het lage deel van je billen zijn dus aangespannen en uit de mat. Armen langs zij of in een grote T. En voelt dat nou niet aangenaam voor je rug. Dan hou je hem een klein beetje meer ontspannen. En dan hou je licht dat holletje onderin die rug. Voelt het wel goed, dan kun je juist die core gebruiken om dat lage deel van je rug even helemaal in die mat te duwen. En die core, die buikspieren nog weer even actief te gebruiken. En langzaam kantel je dan misschien het bekken weer terug naar voren. Als je die rug had afgevlakt in je mat, lift je je knieën iets bij elkaar vandaan en schuif je rustig je voeten weer terug over de mat tot tegen elkaar. En dan schuif je eerst je rechtervoet helemaal richting de punt van de mat of daarbuiten. En dan je linker helemaal richting de punt van de mat of de buiten. En dan wiggel je even heen en weer met je voeten. Misschien pas je nog iets aan bij je schouders. Achterhoofd misschien nog even uit de mat. En dan sluit je rustig je ogen. En met het sluiten van je ogen sluit je weer even heel bewust af voor alles om je heen. Voel je even na hoe je ligt. Voel je even na. Hoe de energie door je lijf stroomt van alle bewegingen en houdingen die je hebt gedaan. Misschien voel je wel tintelingen en prikkelingen of ergens trillingen door je lijf. Neem al die sensaties even waar.
Ook de warmte die je nu misschien voelt. Van binnenuit. En dan adem je een keer rustig maar diep in door je neus. Geef je het weg met een zucht door je mond. Adem rustig maar diep in door je neus. En geef het weer weg met wat ze noemen een side breath. Langzaamaan, laatste keer. Adem rustig maar diep in door je neus. En laat met die zucht even alles los. Wat je niet meer kunt of wil gebruiken. Geef je over aan de zwaartekracht, aan de houding. Maak je lijf zwaar. Ontspan zoveel als je kan. Je achterhoofd. Zacht in je gezicht. Lengte over de wervels in je nek. Zacht rond je keelgebied. Zwaarte bij je schouders. Ontspanning naar je armen. In de toppen van je vingers. De zwaarte en de wervels contact maken met de mat. Ook dat holletje misschien nog lager in je rug. Langzaamaan wervel voor wervel je rug een beetje meer los als die ruimte daar is. Bekken zwaar. Buikgebied zacht, ruimte rond je hart. Benen zwaar, knieën van het slot. Enkels, voeten, tenen, ontspan. Verzacht, laat los. Met iedere rustige in- en langzame uitademing word je langzaamaan nog iets zwaarder. Span je nog een beetje meer. Creëer je nog een beetje meer ruimte, verzachting. Laat je nog een beetje meer los. Laat je die energie lekker stromen in je lijf even met rust. Wil, hoef, vraag en moet even niets van je lijf. En als je dan zo ligt, kun je misschien weer even terug naar je intentie. Neem je die intentie heel bewust mee de rest van je dag in. Voel even na hoe die ademhaling langzaamaan rustiger is geworden. Wordt het misschien toch weer onrustig in je hoofd? Dan keer je weer heel bewust terug naar het voelen van het zwaar wegen van je lijf richting de mat. En laat je langzaamaan steeds opnieuw een beetje meer los. Lekker alles los wat je los wil en kunt laten. En geniet even heel bewust van dat moment in het hier en het nu. Jouw moment op de mat. Langzaamaan breng je de aandacht dan weer een beetje meer naar die ademhaling. Je verdiep je langzaamaan een beetje meer. Dan wil je nog even in die savasana blijven liggen, omdat je eigenlijk wel lekker ligt, voel je dan natuurlijk vrij. Heb je de tijd, heb je de ruimte. En anders breng je langzaamaan de beweging een beetje meer terug in je lijf. Bewegend met je vingers, bewegend met je tenen. Maak je langzaamaan de beweging een beetje groter. Rol je misschien iets naar links of rechts, of rek of strek je je uit, armen langs je oren hoog. Voeten even bij elkaar, maak je langer, misschien nog iets langer. Misschien rol je dan door naar je rechterzij en blijf je even een moment daar. Voel je even na. Dan adem je rustig in door je neus, weer langzaam uit door je mond.
waar je ook bent, in die houding, die beweging. Rustig inademen door je neus. Langzaam laat je het los met een zucht door je mond. Laatste keer adem langzaam maar diep in. Voel die kracht, die energie die inademing brengt. Laat het los met een zucht. Lekker weer alles los. En laat dan dat achter op je mat, wat je op je mat achter wil laten, wat je niet mee wil nemen je dag in. En kom rustig overeind op je eigen tempo, totdat je er zit. Zonder haast. Neem je tijd. Kruis je benen langzaamaan zoals het past. En laat je handen zachtjes landen op je knieën, je bovenbenen. Voel het contact van je handen met je benen. Zacht in je schouders, lengte over de wervels in je rug, in je nek, zacht in je gezicht, ademhaling, omdat je hem heel bewust stuurt, een beetje heen en weer wiegend, kleine cirkeltjes draaiend vanuit je koor, vernavelend door je lijf heen. Wat de practice je heeft gebracht, wat hij van je heeft gevraagd, wat hij je misschien heeft verteld over je lijf. Inadem met armen langs je omhoog. Breng boven je hoofd je handen samen. Eindig rustig terug met handen en keer naar je borst. Duimen naar je borstbeen, hart erachter. Buig je hoofd naar je hart. Adem je nog één keer rustig maar diep in door je neus. En geef je het weer langzaam weg met een zucht door je mond. Dank jullie wel voor het samen doen van deze Good Friday Morning Flow. Blijf lief voor je lijf. Zorg goed voor jezelf en elkaar. Namaste. En rol weer rustig terug omhoog als je zover bent. Kruin weer iets op. En open als laatste dagjes jou. Dank jullie wel. Het was weer fijn. Ook al zie ik jullie niet. Ik stuur de energie door mijn lapje naar jullie toe. En ik kruip nu weer langzaam even naar jullie toe. En voel je vrij als je wil. De donatie staat, de link daarvoor in YouTube onder het tapje over, waar een klein verhaaltje staat voor mij. En daaronder vind je dan de link. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. En wil je nog even met me chatten, dan ben ik nog heel even hier. Dus kijk. Hey Ineke, graag gedaan. Good morning, Ginny. Was het fijn? Namaste. Lekker genieten van het mooie weer en het paasweekend. Mooi. Fijn dat het fijn was. Niet te veel power. Kan er nog een beetje power bij? Eerlijk zeggen, hè, als het minder was. Ja, het is heerlijk weer. Het is echt heel lekker. Daan, ga je vandaag paardrijden of ga je dat morgen doen? Hi, Annemarijn. Fijn. Fijn om toch even contact te hebben. De link. Als je zeg maar in YouTube het schermpje ziet, dan heb je al die tapjes bovenin. Daar staat playlist, video en helemaal het laatste tapje staat over. En als je daarop klikt, dan staat onderaan staat, een linkje en daar staat free donation based. En daar kun je op klikken. Nou, geniet lekker van je dagje. En take care. En ik ben hier als het goed is. Misschien dinsdagavond weer. Als dat een goed plan is. Laat even weten naar mij ergens via een reactie. Als je er zin in zou hebben om ook op een avond een flow mee te doen. En, misschien is dat wel fijn ook qua variatie. Misschien zijn er ook mensen die niet altijd in de ochtend kunnen. En juist in de avond het even fijn vinden. Of in de ochtend, net zoals ik vaak, wel bezig zijn met kids een beetje te helpen thuis. Want alles is nu anders. Dus misschien is het wel fijn om dan ook een avondflow er tegenover te zetten. Dus ik heb dat vorige week, of afgelopen week voor het eerst gedaan. Dus kijk even of je daar zin in hebt en of daar behoefte aan is. En laat het mij anders even weten. Nou, dikke kus voor jullie allemaal en tot heel erg snel. Bye, 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 bye.